Ja, het is iets minder stellig. We, we, we houden vast, stellen. Dat snap ik. Dat is, dat is, dat is <laughs> goed. Nee, we gaan dit bekijken. Uh, en met iedereen, uh, ook in het onderwijs, met ouders en leerlingen, overleggen. Maar de grootste frustratie was natuurlijk de afgelopen twee jaar. dat we ja, in de klas zaten. en dat je dan eigenlijk van het ene op het andere moment hoort. dat je uh, weer thuis moet blijven. En dat is uh, zo vervelend geweest. Uh, voor ouders, voor leerlingen. Maar heeft ook echt uh, slecht gedaan voor het onderwijs. He, dan zie je dat vertragingen. Toenemen. Dus de nee. vraag is, kan je daar nou beter rekening mee houden? Moeten we daar beter rekening mee houden? En dan is het een optie om iets met de vakanties te doen. Bijvoorbeeld in de zomervakantie. Ja. Een weekje korter uh, en dan in de kerstvakantie een weekje langer. En dan heeft het dus allemaal mee te maken voor de duidelijkheid uh, met corona. Dat het zou kunnen dat in het najaar dus corona weer opleidt. En dat er dan een mogelijkheid is om gewoon iets langer thuis te blijven. En die in de zomervakantie dan in te halen. Nou ja, mijn grootste doel is dat we het onderwijs gewoon open houden. Ja. En dat is denk ik iets waar heel veel discussie over is geweest. En ik merkte zelf ook in overleg in het kabinet dat die discussie altijd heel lastig gevoerd werd. En dat iedereen er overvallen werd en iedereen de buikpijn van kreeg. Ja, dan kan je zeggen: dan praten we er heel lang niet over. En dan wachten we weer af eh, tot zo'n moment zich aandient. Of je gaat er toch al eerder over praten. Dat gaan we doen. En dan voor de zomer eh, gaan we echt definitief kijken: wat gaan we nou doen? En dit is een optie. Maar er zijn natuurlijk meer opties. En die gaan we bespreken. Waarom is dit zo ingewikkeld? Je verschuift een week. Wat is het probleem? Nou, dus, ik denk niet dat op zich is dat niet ingewikkeld. Nee. Ik denk alleen dat het goed is dat we met het hele onderwijs kijken wat werkt nou ook uh, voor hen. En op welke manier moeten we dat dan doen? En uh, we hebben zelftesten gehad in het onderwijs en heel veel andere uh, maatregelen. En dan moet je ook wel van hen weten wat heeft nou wel gewerkt je wat bent, vond je nou niet dat werken. Dat is het coronabeleid eigenlijk. Exact. En dat ja. gooien we eigenlijk dan vervolgens echt in een plan. En dat is wel anders. Eerst werden we altijd overvallen. Hmm. Nu hebben we dan zometeen echt een eigen plan. Ja, tegelijkertijd de denk je ook dat alles al klaar is.